Welkom bij een nieuwe video. Leuk dat je kijkt. Vandaag ga ik je meenemen door mijn dag heen en laat ik je zien wat ik allemaal eet en drink. En ik ga de keuken in om een cake te bakken onder andere. Dus het is weer tijd voor een nieuw deel van What I Eat in a Day. Vandaag is het woensdag en ik ga mijn dag beginnen met een grote kop koffie met havermelk. En ik ga een bakje havermout maken met appel en kaneel en pekannoten. Als eerste ga ik een appeltje schillen. En dan heb ik de appel in blokjes gesneden. En vervolgens laat ik een theelepel kokosolie smelten in koekenpan. En dan gaan daar de blokjes appel bij. En ondertussen ga ik de havermout bereiden. En daarvoor doe ik 250 ml plantaardige melk in een steelpan. En daar gaat dan havermout bij. Ik doe 40 gram, dat is ongeveer een halve cup. En er gaan wat fijn gehakte pekannootjes bij. En een halve teaspoon kaneel. En ongeveer een eetlepel maple syrup. En dit gaat dan bij de havermout. Ziet er heerlijk uit. En ik doe er nog wat extra kaneel overheen, want waarom ook niet. Ik ben nu havermelk aan het verwarmen. Kijk in de beschrijving hieronder voor welke melkopklopper ik gebruik, want die kan ik je echt aanbevelen. Ik had deze mok gekocht bij de Kringloop voor, volgens mij, een euro of zo. En hij is echt nog wel helemaal nieuw. Hij is echt zo cute en er zo blij mee. Ik ga straks pizza maken voor lunch en daar wil ik graag vegan mozzarella op. En dan kan je dat heel makkelijk zelf maken, namelijk als volgt. En daarvoor gebruik ik deze hakmolen. Ik zal hem hieronder linken in de beschrijving. Dat past allemaal precies hierin. Voor ongeveer 4 bollen mozzarella heb ik nodig deze cashewnoten. Maar die heb ik al een nachtje geweekt in water. Dus die zijn helemaal zacht. En daar gaat bij 120 ml water. En tapioca meel. En tapioca meel dat zorgt voor het een beetje het stretchy effect van mozzarella. Ik heb het even in een bakje gedaan, want het is een enorme kliederboel. Maar dit koop je bij de toko voor rond een euro. Ik zal het hieronder linken, waarin ik er meer over verteld heb in een artikel. Kijk, het is gelijk een zootje op het aanrecht ook. Maar goed, het is echt onmisbaar. Je kan dit niet vervangen door gewone bloem of zo. Je moet echt tapioca meel hebben. En daarvoor heb ik 3 tablespoons nodig. 1... 2 en 3. Verder heb ik nodig citroensap. En je kan vers citroensap gebruiken, maar ik gebruik gewoon zo'n bolletje. En daarvan heb ik nodig 2 tablespoons. En er gaat een teaspoon zout bij. En als laatste een snufje nootmuskaat. En dat ga ik dus mengen. Vervolgens doe ik het mengsel in een steelpan. En dat ga ik verwarmen, maar wel goed door blijven roeren met een houten spatel. Na een paar minuten krijgt het deze structuur. Goed blijven roeren tot het echt een beetje een bal begint te vormen. En dan heb ik hier een schaal met water met wat ijsklontjes. En dan pak ik een ijstang. En daarmee schep ik een bol van de mozzarella. En die laat ik in het water glijden. Dat laat ik dan 10 seconden onder water staan. Nou, al met al haal je er ongeveer 4 à 5 bollen uit. En dan laat ik de bollen mozzarella nog een minuut of 10 in het ijswater liggen. Dan kun je ze gelijk gebruiken als je wil. Of je kunt ze in een bakje met water in de koelkast bewaren voor een paar dagen. Dus ik leg mijn tortilla wrap op de bakplaat. Ik heb trouwens een siliconen bakmat al een maandje of 2. En hij bevalt heel goed. Je kan hem gewoon in de afwasmachine afwassen. En hij blijft gewoon als nieuw. Echt bizar. En hij was denk ik 2 tientjes bij de Bijenkorf. Oké, wat gaat er op mijn pizza? Nou, als eerste heb ik gewoon de goedkoopste gezeefde tomaten. En daar doe ik wat van op de pizza. En dan met een bakkwastje ga ik dat zo verspreiden. Zo. En dan heb ik wat toppings gewoon wat ik nog in huis had. Ik heb nog wat artisjokken uit blik. En die kun je daarna gewoon nog een paar dagen op water in een bakje gebruiken. Die vind ik erg lekker op de pizza. En daar neem ik er 2 van. En die snij ik in stukjes. En die verdeel ik over de pizza heen. En dan heb ik een tomaat. En ook daar ga ik wat plakjes van op de pizza leggen. En een paar witte champignons. Wat zwarte olijven. En als laatste wat persgemalen zwarte peper.
En dan wil ik er ook nog mozzarella overheen doen. Maar die doe ik pas als laatste. Dus echt de laatste minuut. Omdat ik bang ben dat die mozzarella anders helemaal smelt. Maar echt gewoon vloeibaar wordt. En dat willen we natuurlijk niet. En ik ga dit pas op het laatste moment in de oven toevoegen aan de pizza. En nu gaat de pizza in de oven voor een minuut of 5 op 180 graden. Nou, de pizza is bijna klaar. En ik ga er nu dus de mozzarella nog op doen. En dan gaat hij nog even een minuutje de oven in. De pizza is klaar. Ik kom net uit de oven en ik ga hem nu in stukken snijden. Dat doe ik met deze handige pizzasnijder. Ik zit inmiddels achter mijn bureau met een lekker kopje thee en kruidnootjes. Too soon? Nou, misschien, maar ja, ik vind ze zo lekker. Het is mijn eerste zakje van het jaar en het zal zeker niet de laatste zijn. Het is bijna leeg ook. Maar ik heb nog meer lekker nieuws. Kijk, dit is namelijk de nieuwe smaak van Ben & Jerry's. Ik kreeg vanmorgen een persbericht dat deze smaak vanaf volgende week bij Albert Heijn verkrijgbaar zal zijn. De Netflix en Chilled met brownies, pretzelstukjes en pindakaas. Nou, hoe goed klinkt dat? En ik ben super benieuwd, want morgenochtend mag ik hem al proberen. Dan krijg ik hem bezorgd. Dus dan ga je dat zeker zien. Als je me op Instagram volgt, laat ik het zeker zien in de stories wat ik ervan vind. En uiteraard laat ik het nog ook zien op de website wat ik ervan vind. Nou, ik ga nu weer even verder met wat eet je dan wel. Want ik heb nog een hoop recepten die ik nog moet uitwerken. Dingen die ik heb gemaakt de laatste tijd. Echt, ik heb nog heel veel content om te plaatsen. En ook wil ik de webshop in gaan richten voor het tasje. Want die zijn vanmiddag geleverd. Dus echt heel spannend allemaal. Dus ja. En dan ga ik me eens buigen over wat ik vanavond ga eten. Ik heb nog geen idee. Het is nu 3 uur. Eerst maar eventjes lekker thee en kruidnootjes. Onlangs kwam ik iets nieuws tegen in de supermarkt. Dat kon je in de serie Vegan in de supermarkt zien laatst. En dat is van Coopmans, een stracciatella cake mix. En ik dacht, als ik nou gewoon de ingrediënten die je moet toevoegen vervang door een plantaardige versie, bijvoorbeeld de melk door sojamelk en de boter door plantaardige boter, dan gaat dat toch wel? Nou, niet dus. Ik had het ook nog nooit geprobeerd, want ja, als ik een cake bak, dan bak ik hem gewoon from scratch. Maar het leek me wel eens leuk om zo'n doos te proberen. En ik ben er nu dus inderdaad achter dat dat niet zo makkelijk één op één te vervangen is. Wel echt uitvoerig geprobeerd, 4 keer zelfs. Het was dus niet echt een heel groot succes. Ik zou het zeker niet nog een keer proberen. Maar ik heb wel trek in stracciatella cake en ik dacht, ik wil het toch maken, dus ga ik het gewoon helemaal zelf maken. Dus ik heb chocolade in stukjes gehakt en ik hoop dat ik hiermee een lekkere kick-ass vegan stracciatella cake kan maken. Dus we gaan het zien. Ik ga beginnen met de droge ingrediënten te mengen. Dit is zelfrijzend bakmeel en daar gaat baking soda bij, suiker, klein snufje zout en fijn gehakte pure chocola. En dit meng ik goed door. En dan de natte ingrediënten. Ik heb hier gesmolten plantaardige margarine. En daar gaat plantaardige melk bij. 1 eetlepel citroensap. Vanille-extract. En dit meng ik met het droge mengsel. De slag is klaar. Hier een cakeblik. En een vel bakpapier. En ik kreeg een keer van een volger een berichtje dat het handiger is als je het vel bakpapier eerst tot een propje vouwt. Want als je het dan weer eruit uitvouwt, dan kun je het makkelijker in het blik plaatsen. Nog steeds een hele goede tip. Dan blijft het wat beter zitten. Glad strijken. En dan gaat de cake voor 50 minuten in een voorverwarmde oven van 175 graden. Nou, het avondeten is heel makkelijk vanavond. Ik heb de beef bourguignon opgewarmd die ik van de week heb gemaakt. En daar eet ik lekker aardappelpuree bij. En de beef bourguignon is nu nog lekkerder nu het een dag of 2 in de koelkast heeft gestaan. Het ruikt zalig. Als je het ook wil maken, ik zal hieronder het recept linken. Nou, de cake is helemaal afgekoeld en volgens mij is die goed gelukt. Ik heb hem nog niet geprobeerd, maar hij ziet er heerlijk uit. Ik ga hem zo proberen. Ik ga er eerst een warme chocolademelk bij maken. Ik ga nu een heerlijke zelfgemaakte chocolademelk maken. Ik heb daar nog niet echt hoeveelheden voor. Ik ga dat nog uitwerken. Dat komt op wateetjedanwel.nl. Maar voor nu doe ik het een beetje eyeballen. Een beetje op de gok. Een flinke scheut sojamelk in een kom. En dan doe ik daar wat 100% pindakaas bij. Een klein beetje. Voor een beetje smeuïgheid. En er gaat natuurlijk cacao bij.
En om het een beetje echt een herfsttouch te geven, doe ik er wat pumpkin spice mix bij. En daarvan vind je het recept op wateetjedanwel.nl. Dat zal ik hieronder linken. En de reden waarom ik het nu eerst in een kom doe, is omdat ik het eerst ga mixen met een garde. En als ik dat in de pan doe, dan beschadig ik de bodem van de pan. Dus ik doe dat eerst in een kunststof kom. Goed roeren met de garde, zodat alles goed gemengd is. Ja, en dan doe ik dit in een stilpan en dan ga ik het even verwarmen. Niet helemaal, omdat ik er ook nog wat agavesiroop aan toevoeg. En mocht je het niet kennen, agavesiroop is een vegan variant van honing. En ik koop het meestal bij de Lidl. Ik weet niet hoe, maar ik heb het altijd goed met gokken. Ja, hoeveel erin gaat, bizar. Nu weer. Dan gaat er ook nog wat slagroom bij, want waarom ook niet? Dit is slagroom, spuitbus van Albert Heijn. En het is echt een aanrader. Stracciatella cake en warme chocolademelk. Ik ga nog even een hapje nemen van de stracciatella cake. Ben heel benieuwd. Gelukt. Hij valt wel iets uit elkaar, hij had wat steviger gemogen. Maar qua smaak is die wel perfect. Oh ja, hij ruikt heerlijk. Ik ga deze uitwerken en op wateetjedanwel.nl zetten. En als dat zover is, dan zal ik hem in de beschrijving erbij zetten, de link. Eindelijk stracciatella cake. Oh, mijn slagroom is al helemaal gesmolten. Maakt niet uit. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doeg!